Zingen en meditatie. Kan meditatie je helpen om een betere zanger te worden? Dat is de vraag die we ons vandaag stellen. Ook al heb je geen idee wat meditatie is of heb je dat nog nooit gedaan, in deze video kom je te weten hoe we daar stilletjes aan kunnen beginnen. Hier gaan we. Zangles met Maggie.be. Mijn naam is Maggie van zanglesmetmaggie.be en ik ben hier om jou nog beter te leren zingen. Ik wil graag samen met jou je grenzen verleggen, je grote zangdoelen behalen en vooral je zelfvertrouwen in heel het proces een dikke boost geven. Wil je graag het beste uit jezelf blijven bovenhalen? Abonneer je dan vliegensvlug op dit kanaal. Zo blijf je elke week op de hoogte van nieuwe tips en tricks in verband met zingen. Goed. Meditatie, dat is een woord waar sommige mensen van gaan afschrikken. Dus als je nu al deze aflevering wilt stoppen en naar een volgende gaan, hou ik u eventjes tegen en vraag ik je om dit een kans te geven. Voor sommige mensen is meditatie een hele nieuw concept, een nieuwe wereld. Voor andere mensen is het iets waar ze al regelmatig mee bezig zijn. Maar ik vraag je om heel even open te staan voor de wereld van meditatie. En ik respecteer ieders mening, dus als je er niet voor open staat, is dat ook helemaal oké. Maar vandaag gaan we kijken naar hoe meditatie jou kan helpen om een betere zanger te worden. En niet enkel een betere zanger, ook een betere persoon. Hoe dat meditatie je kan helpen in je persoonlijke ontwikkeling. Waarom meditatie? Wel, het is eigenlijk heel simpel. Ik moet eerst even een stap terugnemen en je vertellen over mijn ervaring met meditatie, zodat je weet van waar het komt. Ik ben eigenlijk in meditatie heel toevallig terechtgekomen. Misschien niet helemaal toevallig. Alleszins, het is echt al begonnen toen ik heel jong was. Was ik in de ban van yoga, meditatie, mindfulness, chakras, al die zaken. En op een bepaald moment is dat heel zachtjes naar de achtergrond verschoven. Heb ik daar nooit meer naar gekeken. En sinds kort heb ik dat terug opgepikt. En dan vooral het meditatie. De chakras en al die zaken wat minder. Wie weet komt dat wel nog. Maar dus die meditatie heeft mij wel enorm geholpen. En het begon als research. Want ik heb dus een nieuw programma in elkaar gestoken. Het Zing Jezelf Vrij coachingstraject. En in dat traject, in dat coachingstraject, is de focus vrijheid. Vrijheid tijdens het zingen, maar ook vrijheid als persoon. En dus in dat coachingstraject en in dat programma kijk ik naar hoe ten eerste kunnen we van die onzekerheden, belemmerende overtuigingen en al die zaken vanaf geraken. En hoe kunnen we zelfvertrouwen promoten? Hoe kunnen we ons vrij voelen tijdens het zingen en daarbuiten? En ik ben dus zo bij meditatie terechtgekomen. Dus het begon als research, maar het is veel meer dan dat geworden. En nu mediteer ik dagelijks, 's ochtends bij het opstaan en in de namiddag bij het verteren van mijn middageten. En ik ben er eigenlijk een beetje aan geobsedeerd geworden. Alleszins, hoe ik het zie, en ik zeg het u, ik ben helemaal geen pro in meditatie of zo, dus ik ken er waarschijnlijk niet zoveel van als de mensen die daar al jarenlang mee bezig zijn, of de boeddhistische monken. Alleszins, hoe ik het zie, is meditatie eigenlijk observeren. En vaak tijdens het mediteren focussen we op één bepaald iets. Hè? Bijvoorbeeld een vraag waar dat je dan over kunt gaan nadenken. Of we focussen op onze ademhaling, heel vaak. Of op bepaalde gevoelens of een visualisatie. Dus er is altijd een punt waar we op moeten of kunnen focussen in de meditatie. En we trainen ons brein of onze geest om die focus te kunnen houden. Je kan het vergelijken met een aapje. Nu, stel dat onze geest een aap is. Dat is heel moeilijk om een aap
aandachtig te houden. En de Abi dat gaat overal al aan alle kanten gaan springen en dan een keer daar kijken en dan een keer daar zijn aandacht naartoe en dan een keer daar. Oh, en dan een banaan! Dus de Abi gaat alle kanten uit. En onze gedachten zijn wel zo. Ik merk dat ook wel. Hoe meer ik ermee bezig ben, hoe meer dat ik zie van wow, mijn gedachten gaan alle kanten uit. Maar dus hetzelfde gebeurt soms tijdens het zingen. Nu, de link naar het zingen, daar kom ik nog toe. Hey, ik onderbreek de video even om je te vertellen over mijn nieuwe vijfdaagse Zo Zing Je Zuiver Challenge. Veel woorden moet ik er niet aan vuil maken. Je leert gewoon in 5 dagen voluit zingen zonder spanning, heesheid of onzekerheden. Helemaal gratis en je kan toegang krijgen tot deze challenge via deze link zanglesmetmaggie.be/challenge. Oké, ik laat u verder kijken. Dus we focussen op één bepaald iets, hè, tijdens het mediteren. Nu, een specifieke meditatietechniek die ons als zanger kan helpen, is de noteertechniek. Wat bedoel ik daarmee? Als je mediteert, gaan er bepaalde gedachten binnenkomen. Bijvoorbeeld, oh, ik moet nog dat aan mijn boodschappenlijst toevoegen. En eieren en melk. En dan begint het, hè? Dus bij de noteertechniek, we zijn aan het focussen bijvoorbeeld op onze ademhaling en we horen die gedachten binnenkomen. Het enige wat we doen met die noteertechniek is die gedachten ten eerste herkennen. Oh, dat is een gedachte. Oké. We labelen dat als een gedachte en we laten het los en we laten het varen. En dat is de sleutel. Opmerken en loslaten. Hetzelfde met gevoelens. Stel, we zijn aan het focussen op onze ademhaling. Het kan soms helpen om die ademhaling te gaan tellen. En op een bepaald moment ervaren we enorm verdriet. Voor de een of andere reden. Dat kan. Oké, hop, dat is een gevoel. Ik label dat als gevoel en ik laat het varen. Snap je? En dus dat idee kunnen we gaan doortrekken naar het zingen. Stel, ik ben aan het zingen en ik focus niet echt op iets. Ik ben gewoon aan het zingen. En ondertussen komen er allerlei gedachten. Oh, die hoge noot komt eraan. Of, ik voel spanning. En, oh, de hoge noot is er. En dan gaan we alles toe gaan knijpen. En dan komt die hoge noot er heel gespannen. En misschien niet helemaal zuiver door. Stel dat we die noteertechniek gebruiken. En we zingen ons verhaal met 1 focuspunt. Bijvoorbeeld het verhaal van het lied, dat is onze focus. Of een andere focus zou kunnen zijn de zangtechniek. Nog een andere focus zou kunnen zijn welk gevoel heb ik daarbij. Maar laten we bij de eerste als voorbeeld nemen. Onze focus is het verhaal. Ja, ik vertel over een jongen en een meisje die elkaar hebben ontmoet. En die jongen, ik zie iemand in mijn hoofd als jongen. Dus ik heb het hele verhaal is uitgewerkt. En ik focus enkel alleen daarop. Dan komt de gedachte, die hoge noot komt. In plaats van die toe te laten, kan ik zeggen, ja, oké, gedachte, ik heb het gehoord en ik laat het los. En ik focus terug op mijn verhaal. Of ik sta op een podium, ben op mijn verhaal aan het focussen, er komt de gedachte binnen met, oh nee, die mensen zijn aan het oordelen over mij, ze gaan het niet mooi vinden. Oké, gedachte, en ik laat het los en ik kan terug op mijn hoofddoel, of mijn focus gaan focussen, namelijk mijn verhaal. Ik weet dat dit een heel raar concept is om naar zingen en muziek te kijken, maar ik hoop dat je snapt van waar ik kom. Dus door eigenlijk op 1 bepaald iets te gaan focussen en de gedachten die binnenkomen ten eerste te gaan bewust van zijn, het is een gedachte, en ze dan los te kunnen laten, ja, daar zit goud in, hè? Want dan kunnen we in het hier en nu blijven. Dat is ook iets dat meditatie ons leert. Om in het hier en nu te zijn, niet in de toekomst, dus niet in de hoge noot die er komt, of in het verleden, onze traumatische ervaringen van vroeger, die hebben totaal geen invloed, want we moeten hier en nu blijven. Dat is nogal veel informatie. Nu, hoe dat juist in de praktijk wordt gezet, dat is nog een heel ander hoofdstuk. Misschien moet ik hier wel eens een meditatie van maken, die je dan kan doen tijdens het zingen. Waarvan je de concepten mee kunt gaan nemen in het zingen. Maar dit is zo wat het algemene concept. Dus mijn uitdaging naar jou toe is om de volgende keer dat je iets zingt, of dat dat nu alleen thuis is of voor een publiek is, probeer bewust te worden
van die gedachten die binnenkomen, die je wat stress zouden kunnen geven. Dus gedachten zoals, ah, die hoge noot, of oh, dat was niet goed, of ze zijn aan het oordelen, oh, wat gaan ze wel niet denken van mij. Al die gedachten, probeer de eerste stap eens bewust te zijn. Probeer er bewust van te zijn en dan kunnen we verder gaan kijken. Dus ik hoop dat deze video jou heeft geïnspireerd, jou een nieuw perspectief heeft aangeboden in verband met meditatie en al het mindfulness daar rond. Ik hoop dat je ermee aan de slag gaat. Laat mij weten hoe die opdracht voor jou wel of niet lukt. Soms is het moeilijk om bewust te zijn van die gedachtes en soms weer al niet. Dus ik hoor graag van jou. Laat het mij weten. Ik ben alleszins heel dankbaar dat je tot het einde hebt gekeken of geluisterd, dat je dit een kans hebt gegeven. En ja, heel erg bedankt. En dan zie ik je heel graag volgende week terug. Dag! Zang en lees met